zijn in Sluisdol. Net met een pleziervaart geschud. En Nathalie gaat het schip nu in eentje uitvaren. Ja. Heeft de kont afgedraaid, zodat we een beetje dwars in de sluis liggen. Maak ons een beetje vrolijk over dat jacht. Dat soort schepen over het algemeen tegenwoordig bij alles de kopschroef lijkt te moeten gebruiken. Je kunt aan de roerstandaanwijzer zien hoe het roer staat. Nathalie is heel voorzichtig, omdat ze het schip nog niet zo heel goed kent. Ze vaart heel voorzichtig uit om te zorgen dat we niet naar de muren toegezogen worden.